Peter Hovenkamp en zijn vrouw zijn op een congres in Maleisië om een lezing te geven. Daarna gaan ze een excursie maken in een grot. Het regent zo hard dat ze terug moeten waden door de rivier. En toen konden ze nog wel door het water, maar heel slecht de andere oever opkomen. Dat gaat met touwen, klimmen op rotsen. En dat ging eigenlijk niet goed. En toen zijn er verschillende mensen meegesleurd door het water. Sommigen zijn verderop nog alsnog op de kant kunnen klauteren. Maar twee mensen ontbraken toen ze gingen kijken wie er allemaal nog was. En dat waren Peter en de gids, een van de twee gidsen die erbij waren. En Peter is dus een dag later dood aangetroffen. Het nieuws is hard aangekomen bij Museum Naturalis. Ja, sommige mensen hebben gewoon meer dan 30 jaar met hem gewerkt. Hij heeft in talloze, waarschijnlijk gevaarlijke veldsituaties al gezeten op expedities. Dat doen we allemaal. Maar nu juist op een gewone toeristenexpeditie met gidsen, dat je dan om het leven komt. Ja, dat is ook totaal onverwacht. Iedereen is enorm verslagen. Ik had natuurlijk eerder dat bericht op de radio wel gehoord. Maar dan denk je alleen nog wel, God zal toch niet iemand van ons zijn. Maar vervolgens ga je weer tot de orde van de dag over. Dan blijkt dit. Ja, dat was schokkend. Hij was een hele goede collega en we hebben heel veel samengewerkt omdat we een gemeenschappelijke interesse hadden in op tropische varens. Erik en Marco kennen Peter al sinds hun schooltijd, een biologiestudie. Hij doorzag dingen heel snel en heel goed en was daarbij heel kritisch, wat soms heel lastig was, maar ook heel erg loyaal. Hij had een hele scherpe geest. Eigenlijk wel altijd enthousiast. Zonder dat hij dat nou van de daken schreeuwt, maar een soort volhoudend enthousiasme voor de natuur en voor planten en voor onderzoek daaraan. Ja. Gaat u hem missen? Ja, ik ga hem echt missen, ja.